We hebben gisteren dus gebruikt. Hij is net terug, we moesten nieuwe airco pompen in, weet ik het allemaal. En we moesten de video opnemen voor de Beuken V4. Je hoort het goed, Beuken V4. Ja, als de laatste zo hé. Kijk eens even. De Beuken V4. Verdomme! Ja! De Beuken V4! Hij is er! We hebben Scream App afgehuurd. De hele dag hebben we de ziekste video tot nu toe in elkaar lopen zetten. Of we hebben het in elk geval gefilmd. We hebben met deze over een andere auto heen gereden. Het is echt bijna niet te filmen. En inderdaad, off-road. We gaan hem even wassen op een plek waar ik denk dat het heel makkelijk kan. Waar je normaal boten eventjes erin laat. Dus dat we gewoon even zo het meer in rijden. Hup, erin en eruit. Dat hij dan weer redelijk schoon is. Want als je dit gaat doen, dan ben je uren bezig. Duiken, snap je? Ik denk dat het in één keer afloopt. Ik weet niet hoe diep het is. Nee, het gaat nog wel verder hoor. Je komt niet helemaal naar beneden. Je komt tot de halve wiel. En nu zit je er wel diep in, ja. Wat een auto, hoor. Vol te zacht, hè. Nog een keer. Ik denk dat het hier recht wordt. Hel maar. En nu volgen ze voren. Muchacho man. De hele bak zit vol. Nee. Godverdomme. Water. Toch water. Er zit toch een lek. Gekut met dat water. Met die kut snorkels. Voor 10.000 fucking euro heb ik snorkels gekocht die eraf blazen. En ze doen het gewoon niet. Van de ANWB wat tips. Ren niet over de snelweg heen. In de berm staan. Wat doet Lord? Die rent drie keer heen en weer. Alles voor de content, jongen. Met z'n drieën voorin, Lord. Met de multipla. Een echte vrachtwagen. Hey Gijs, kijk eens. We zijn onderweg met de vrachtwagen en de 6x6 op de achterbak. Want we hadden pech. Ik had weer dat waterdingetje. Ik ging hem even schoonmaken in het water. Top, hè? Top ding. Hij is weer veilig. Hij is weer veilig. Muchacho man. We doen wel veel mannelijke dingen in deze weg. Muchacho man. We hebben wat voor jou. Wat voor mij? Staat hij op het dak? Hij is eraf. We hebben een video opgenomen. Maar we moeten kijk eens wat we voor jou hebben. Oh, dat is een grote pot ook, hè? Er zit ook een hele grote scoop in. Mooi. Ja. Is dit ook nieuw ontwerp? Ja, dat is echt mooi, hè? Mooi is het. Kan je met één vinger gewoon zo doen, denk ik. Zo, moet roepen. Welk smaakje is dit dan? Miami Gold, let op. Miami Gold? Ja. Dat is een flinke scoop inderdaad, ja. Dat is gewoon bijna een eiwitscoop die erin zit. Goed, hè? Ja. Ik krijg echt lekker veel citrulline binnen. In de juiste verhouding met cafeïne in mijn oog. Per dosering dan. Hoeveel cafeïne zit erin dan? Er zit 295 milligram cafeïne in één zo'n scoop. Ja. Maar je hebt 9 gram pure citrulline. Je hebt 3,5 gram beta-analine. En je hebt nog 2,5 gram betaine. Hij heeft zijn huiswerk gedaan. Ja, voor de mooiste pomp in je leven. Maar zonder dat je dus inderdaad te veel cafeïne neemt. En als je dan nog meer wil, dan neem je bijvoorbeeld nog een halve scoop erbij. Of je start met een halve.
dosering. Je kan ook starten met een halve dosering. Maar wij zijn geen starters meer. Nee. Wij zijn ervaren rotten. Ja, we zijn ervaren rotten in het vak. Dat is, ja. Het is er. Dat is een half. Ja, toch? Je moet toch een half hebben? Ik wil een kwart. Een kwartje. Ja. Kwartje? Doe mij maar een kwartje. Ja, ik kan het doen. Dankjewel. Alsjeblieft, jongens. Mag ik niet meer een nieuwe pot hebben? Je moet een klein beetje, draaiscoepen. Draaiscoepen. Ja, je moet hem heel even als een engeltje op je tong hebben gewoon. Het is gewoon alsof je cake aan het bakken bent. Dit is echt niet normaal, deze. Dit is de beste die ik nu heb. Alsof je cake aan het bakken bent? Ja. Zo dan, voelt het in dan, je mond. En dan het deeg in je mond doet. Zo lekker is die. Oh, wat is die goed zeg. Miami Golden Teeth. Miami Golden Teeth. Dat is goede smaak, ja. Echt goed. En als je hem dus mengt gewoon met water, dan is hij echt gewoon... Dit is limonade gewoon. Dit is Miami Gold. Nou, die heeft ook een beste motor eronder zitten, hè? Ja. Lijkt net of hij een beetje verkouden is, die auto. Stop neusje. Dit is echt de ziekste klap, hè. Dat had ik niet verwacht. Kijk, bam. Wel de veiligheidsbril op, gelukkig. Hè? Ja, veiligheidsbril. Maar dat die hele ruit, zo doet die kut Dixie. Dat had ik niet verwacht. Ik denk, nou, we rijden door die Dixie heen. Dat is een appeltje eitje, weet je wel. En in één keer fout hij zo dubbel. Dat dak komt zo pam in die ruit. Helemaal naar de tyfus. Hey, iedereen die kent wel een Wouter. De kutken Wouter! Of ben jij Wouter? Het kan altijd stouten. Of ben jij gewoon Wouter die de touwbrees doet met zijn gooimaat op chest day met een opgepompte chest voor goud! Let's go! Hij heeft een oldschool tas, maar yo! Hyrox Pro is hier hoor. Represent Hyrox Pro op de road. Here we go! Jezus! Dat is zo kramp, jongen. 130 kilogram. Ja. Met één been. Let's go, bro. We moeten even door. Eén. Zit de beuk of F4 erin of zo? Tsubidee. Bah, dat is beuk of F4. Lekker, bro. Piep de piep, hoera! Ik ben Wouter! Ja, de touwen breekt met mijn groeiboor! Wouter, de kutke Wouter! Stuur deze video over naar Wouter natuurlijk, hè? Naar elke Wouter die je kent. Woe! Wouter, dat is lekker pik. Mooi beentje. Hey. Een hele pakketje. Mooi spul, hè? Hele pakket erin. Lekker man. Ja, net ook even in de shiwasser erin gebeukt. Nou, heel goed. Toppie. We gaan even knallen. Voor goud.